Tip nummer twee, blijf altijd in contact met, ulemen, met geleerden. Als, als je geleerden loslaat, dan ga je overgelaten worden aan, 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 aan Google. En dan ga je de, de slechtste leerkracht ooit hebben. En ten derde, heel belangrijk, pas op in wat je verspreidt. Heel veel mensen verspreiden kwesties online. Ja, de profeet Salim heeft dat gezegd, met andere woorden, dat. stop daarmee. Deel dingen die te maken hebben met, met zielzuivering, deel dingen die te maken hebben met, met verhalen van profeten. Zaken die, die niet echt. die niet echt, uh... de mensen alles mensen voilà, en die meenemen. niet echt heel veel meningsverschillen hebben. Ja. Maar ik ga geen vert kwesties delen. Dat is een heel gevaarlijke Tegenwoordig delen mensen heel snel iets, zonder de vertaling te checken, zonder iets te checken. En, en de profeet sallallahu alayhi, alayhi, alayhi wa sallam. Trouwens, dat is, uh, zoals onze ulamei zeggen, dat is een van de overleveringen die het hoogste niveau van authenticiteit heeft bereikt. Dat is de hadith. Zij Ze zeggen, die heeft het niveau van mutawatir uh, uh, lafzan bereikt. Met andere woorden, die is zodanig zoveel keer overgeleverd in dezelfde verwoording. Dus die is zo authentiek. En sommige mij zeggen dat is de meest authentieke uh, hadith. En dat is wat de profeet Salam zegt: علي ja. min uh, Degene die over mij bewust ligt, laat hem plaatsnemen uh, in het halfuur. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Welkom bij een nieuwe podcast van Muslim Vibes. Vandaag gaan we het inshallah hebben over een heel, heel belangrijk onderwerp. Een onderwerp dat ons allemaal aangaat. Een onderwerp dat ook de jongeren gebruiken. Namelijk, share Google. En wat zijn de gevaren van share Google? السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Uh, what is Sheikh Guru Yas? What will the say? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. فاللهم اخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. Ja, eerst en vooral als we kijken naar Sheikh Google, dan denk ik dat het woord genoeg zegt. we hebben Sheikh en Google en dat geeft eigenlijk weer dat we Uh, zijn gaan digitaliseren. Ja. En we zijn sowieso gaan digitaliseren in het algemeen. Uh, en dat is hetgeen dat we heel vaak vergeten. Als we kijken naar 40, 50, 60 jaar geleden, dan was dat een heel andere maatschappij dan nu. Uh, nu zijn we allemaal gaan digitaliseren. Dat is heel snel gegaan. Uh, van, de, van de komst van radio, dan de tv in de 20e eeuw, uh, eigenlijk een beetje 19e eeuw. En daarna hebben we dan uh, het internet gehad en dan de sociale media. We hebben eigenlijk een hele evolutie gekend, of voor sommigen een devolutie, met andere woorden, dat we eigenlijk niet verder zijn geraakt. Mm. En dat is eigenlijk een beetje shirk Google. wil Google wordt eigenlijk zeggen uh, dat we tegenwoordig genoegen nemen met hetgeen dat Shir Google zegt. Uh, we hebben geen meer die we volgen. Uh, als we een vraag hebben over de religie of als we iets willen weten, dan gaan we eigenlijk gewoon naar Google. We, we, we stellen onze vraag aan Shir Google en hij geeft ons het antwoord. Dus dat is in het kort uh, wat shirk Google inhoudt. Ja. Dus we doen eigenlijk geen onderzoek meer. Naar bronnen. Ja, inderdaad. En als we kijken naar uh, algemeen... Um, uh, de, de Duitse neurobioloog Manfred Spitz uh, heeft dat in een heel mooi boek gegoten. Dat heet Digitale Dementie. En uh, hij geeft daar eigenlijk weer dat de digitalisering een invloed heeft gehad op ons uh, cognitief presteren. Met andere woorden, het heeft een invloed gehad op onze hersenen. Ja. Uh, ik ga een concreet voorbeeld geven. Vroeger, toen wij naar school gingen... Uh, wij zijn nog niet zo oud, maar vroeger, als we een taak hadden voor school, we gingen naar de bibliotheek. We deden alle boeken open... We gingen dan die boeken onderzoeken. We gingen dan filteren uit die boeken wat we nodig hadden. Nu is dat helemaal anders. Nu, als, als we een taak hebben voor school of een boekbespreking, dan gaan we gewoon naar Google en Google doet het filter. Uh, het filteren dat doet Google voor ja. ons. Daarvoor moesten we onze hersenen gebruiken, moesten we al die boeken gaan, gaan samenrapen, moesten we alles gaan filteren. Dus wij gebruiken onze hersenen. Uh, maar Google doet dat voor ons. Wikipedia doet dat voor ons. Met andere woorden, onze hersenen functioneren voor een groot deel niet meer. Hetzelfde met GPS. Uh, daarvoor, uh, ik weet nog ons vader, die zei vroeger als hij naar Marokko ging, dan plaatste hij een kaart op de dashboard met allemaal pionnetjes. Met andere woorden, heel die 3000 kilometer naar Marokko, die gebruikte zijn verstand. Ik moet naar daar gaan, ik moet naar daar gaan, die, die gebruikte zijn verstand. Nu heb je GPS met een heel uh, irritante stemstom uh, soms die dan uh, zegt dat ja, je moet naar links of je moet naar rechts gaan. Uh, tegenwoordig heb je bij de nieuwste auto's zelfs uh, augmented reality, waarin dat je zelfs in de camera kunt zien uh, welk pijltje en, en, en uh, hoe dat je moet afslaan. Uh, zodat je eigenlijk geen fouten meer maakt en zodat ja. alles geautomatiseerd wordt. Uh, en dat is eigenlijk een beetje algemeen, wat voor invloed dat, dat heeft gehad uh, die digitalisering. En daarom noemt hij dat digitale dementie. Uh, hij zegt eigenlijk: Die digitalisering zal ons slim moeten maken, zal een gemakkelijking moeten zijn, maar het heeft ons eigenlijk dommer gemaakt. En dat is hetzelfde met de islam, uh, met de komst van, van Shirk Google, met de komst van digitalisering. Uh, daarvoor als je. Als je iets wilt opzoeken over de islam, dan ga je Al-Bukhari nemen, ga je de verzameling van de Tirmidhi nemen of van Muslim, en je gaat je hadith zoeken. Nu hoef je dat alleen maar te typen op Google. Um, op zich is dat wel een vergemakkelijking, maar we gebruiken ons verstand niet meer. We gebruiken onze tools niet meer om, om, om dat te zoeken. Ja. En daarom zei imam Al-Uza'i, die zei... Wat wil dat zeggen uh, eigenlijk heel mooi wat hij zegt. Hij zegt: deze kennis was nobel, met andere woorden, kennis was op een gegeven moment iets dat enkel uh, bij de ulame was. Waarom? Kennis was iets mondeling. Met andere woorden, wil ik kennis kunnen doorgeven, dan moest ik het van buiten leren. Want dat was niet in boeken. Dat was gewoon ik leer het van buiten en ik geef het door. Maar hij zegt van, van zodra dat het in boeken terug te vinden was, dan was het niet meer voor een specifieke groep dan wat iedereen en mensen, dus en uh, ehlihi, mensen die uh, geen bevoegdheid hebben, zijn ook in die kennis gaan duiken. En je ziet dat tegenwoordig. Ja. Ah, ik heb gelezen in de bukhari Vaak is dat zelfs een vertaling. Ah, subhanallah, dat is haram. Ah, ik heb gelezen in de Koran. Ah, subhanallah, hey, uh, dat is bidah dat is shirk. Maar die heeft geen onderzoek gedaan, die heeft de tools niet om dat te onderzoeken, die heeft zelfs de Arabische taal niet. En, en toch gaat hij zelf duiken... In complexe zaken. Soms zie je iemand spreken over complexe Akida-zaken. En dat is hetgeen dat hij bedoelt. kutub, ali. Mensen die eigenlijk de tools niet hebben, die, die van nine to five gaan werken, met alle respect. Ze, ze hebben ervoor gekozen om te gaan werken, ze hebben geen, geen pad van kennis behandeld. Maar dan moet je je ook niet gaan gedragen als een alim. En dat is eigenlijk hetgeen dat Imam je bedoelt. Van, van zodra dat hij in boeken terecht is gekomen, mensen die geen kennis hebben, zijn ze daar ook gaan, mee, mee gaan bezighouden. Ja. En nu zelfs nog meer met de komst van internet. Ja. Kun je dat, eigenlijk, uh, dit koppelen aan het vers van.? Fais alu in kuntum la ja. Want zoals je zegt, vroeger waren de geleerden enkel mee bezig met kennis. Maar wat is het verschil tussen uh, de geleerde vroeger en nu? Waarom is kennis zo veranderd? Ja, een van die verschillen, en inderdaad, de aja die je aanhaalt, is een heel belangrijke. Fais alu ahl al in kuntum la t'alamun. Allah wa ta zegt niet. Fais alu YouTube. in kuntum la t'alamun. Tegenwoordig, iemand heeft een, heeft een vraag die gaat naar YouTube. En nogmaals, dat is een vergemakkelijking. Ik wil niet zeggen dat het haram is, maar dat is niet onze hoofdbron. We moeten naar ulemij gaan. Uh, en fes elu uh, 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 met andere woorden, ehleviker, dat zijn de uleme, de, 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 de rabbinioen, dat zijn eigenlijk de, 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 de grote... Uh, of de morabboen, beter gezegd. Dat zijn degenen die, uh, die een opvoedkundige functie hebben. Um, en, en vroeger, was, was dat, zoals ik heb gezegd, werd dat mondeling uh, doorgegeven. En, en het punt is ook... Vroeger besefte men de waarde van kennis, omdat men heel veel moeite deed voor kennis. Ja. Uh, mensen moesten 17 jaar lang uh, bepaalde zaken bestuderen. Imam al-Bukhari ging blootsvoets op zoek naar hadith. Imam Shafi'i 17 jaar uh, was die bezig met onderzoek van, van bepaalde mesaïl. Dus die deden moeite voor die kennis en ze, ze besefte ook de waarde van kennis. Ja. En Daarom zeiden onze ulama, ashbar. Uh, kennis heeft drie fases en iedereen gaat dat een beetje herkennen. Uh, uh, de, en ze zeggen, uh, uh, degene die gaat in die eerste fase gaat hoogmoedig worden. Uh, en degene die in de tweede fase komt, die gaat uh, bescheiden worden. En die in de tweede fase komt, gaat bescheiden Met andere woorden, drie fases. De eerste fase is hoogmoed. De tweede fase is bescheidenheid. De derde fase is beseffen dat je eigenlijk niks weet. Dat is een beetje hetzelfde. We beginnen te praktiseren, de islam. Alhamdulillah, we beginnen ons bewust te praktiseren van de islam. We gaan naar de islamitische winkel, we kopen een aantal boeken, heel enthousiast, allemaal met de juiste intentie. We kopen een Bukhari, we kopen een vertaling van de Koran. We gaan bepaalde lessen volgen online. Je gaat dingen leren die anderen niet weten. Je gaat over dingen kunnen praten die anderen niet weten. Je komt thuis, je voelt je sheikhul-islam. Ik heb iets gelezen, Spannend, niemand weet dat. Alleen ik weet dat. Takabara, hoogmoed. En dan zeggen ze... Die tweede fase is bescheidenheid. Waarom? Dan ga je op een gegeven moment samen zitten met iemand die jarenlang in het buitenland heeft gestudeerd, iemand die de Koran van buiten heeft geleerd, iemand die de Kutub de, de zes heilige boeken heeft bestudeerd, iemand die de Arabische taal volledig beheerst. En dan ga je beseffen... Oei, 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 oei ik weet hier eigenlijk niks. Of ik, ik ben bescheiden. van: Oei, ik moet eigenlijk oppassen wat ik zeg. Ik ben eigenlijk niemand. En dan zeggen ze... Wa en dan later ga je misschien met grote ulemij zitten, met grote geleerden die 30, 40 jaar van hun leven hebben besteed aan kennis. En dan ga je beseffen, ik weet eigenlijk niks. En je kan dat een beetje vergelijken met een klein kindje dat leert zwemmen. Als een klein kindje eerst leert zwemmen, die gaat naar een kinderzwembad met bandjes en die gaat zich beter voelen dan de andere kindjes, omdat die, ja, die kan zwemmen en andere kindjes kunnen dat nog niet. Maar als dat kindje gaat opgroeien, gaat hij dan ineens naar een, een echte zwembad uh, om, met, met diep. En dan gaat hij beseffen, oei, ik kan eigenlijk niet zo goed zwemmen. En dan gaat dat kindje... Als hij laat opgroeit naar een oceaan of naar een diepzee duiken, en dan gaat hij beseffen, van eigenlijk hetgeen dat ik kan, ik kan totaal niets. Ik kan totaal niet diepzee duiken. Of nee. ik kan totaal niet zwemmen. En dat is eigenlijk een beetje wat we dat kunnen bekijken. Dat ja, is um, Zoals je hebt gezegd van Bukhari, die was blootvloed en kan aan, uh, aan het opdoen. Dus eigenlijk als je YouTube aandoet of uh, Google opzet, dan is er ook eigenlijk onrespectvol tegenover de mij van vroeger die zoveel moeite hebben gedaan, voor één hadith eigenlijk op te zoeken. Ja. Dus die gingen zes, zeven maanden met kameel paard naar de andere kant van de, ja, van de wereld. Voor één hadith. En dan beginnen we te spreken over bepaalde zaken die ons eigenlijk niet aangaan. En hoe moet je eigenlijk beginnen met kennis? Want ik vind van mezelf dat dat belangrijk is hoe dat je kennis moet opdoen. En heb jij enkele tips van. Hoe beginnen we met mijn kennis? Ja, ja eerst en vooral zoals je zelf zegt, um, dat is onrespect van de ulemaai zelf. Um, en tegenwoordig, je hoort bepaalde mensen um, zeggen, Abu Hanifa, nee, nee, Abu Hanifa, wat zegt hij daar? Volgens mij is dat zo. Uh, El Buhari, is toch wel uh, onbetrouwbaar. Hè? Zeg zegt, hey, uh, El Buhari, met alle respect, maar als je dezelfde moeite als El Buhari gaat doen... Dan kun je op een niveau komen spreken om het Bukhari te bekritiseren. Hmm. Maar als je, zelf, je jezelf baseert op een aantal vertalingen, een aantal YouTube-filmpjes en je gaat die, de ulama beginnen bekritiseren, met alle respect. En dan sommige mensen, uh, als je dan zegt, volgens de ze Hanafi heb, uh, is het zo. Hanafi Madhab. Uh, We volgen Kitab in Sunna. Volgt uh, Abu Hanifa geen Kitab in Sunnah? Nou. Allee, wie moet ik volgen? Abu Hanifa, Imam Malik, Ahmed ibn Hanbal, die dicht bij de 1 bij de stonden. Imam Malik heeft les gekregen van tB1. Uh, vrome voorgangers, die les heb gekregen en die contact hadden met sahaba. Wie ga ik, ik volgen? Hem of jou? Met alle respect, maar ik volg Imam Malik. Ja. Uh, en ik volg zijn middel. Dat wil, dat wil niet zeggen dat, dat hij boven de kitab en sunna staat, want hij baseert zich op de kitab en sunna. En dat is eigenlijk een beetje de, de, de misconcepties die we tegenwoordig hebben. Ja. Uh, wij zeggen, ja, Imam Malik, wie is Imam Malik? Uh, wij volgen kitab en sunna. Ja, en hij volgt ook kitab en sunna. Je bent niet de enige. Imam Malik was een muhaddif. Was, was een hadith expert En was een faqih. Hij heeft een MOTTA samengesteld. MOTTA is een heel bekend hadith-compilatie. Dat is imam Malik. Dus met alle respect, maar imam Malik die weet veel meer over hadith dan, dan zelf en, en, en heel veel mensen. Maar hoe dat je moet beginnen met die kennis is in de eerste instantie, we moeten de drie belangrijke vakken onderscheiden. En uh, men noemt dat de, de farduin, de verplichte kennis. En dat is een heel belangrijke tactiek van shaitaan, uh, dat shaitaan ons laat bezig zijn met uh, zaken die ons eigenlijk niet van nut zijn. Dat is een van de tactieken van shaitaan, om ons te laten bezig zijn met zaken die eigenlijk geen prioriteit hebben op dat vlak. Ik ga een voorbeeld geven. Uh, ik begin te praktiseren. Ik, ik ken zelf eigenlijk niet eens sujud sehu. Uh, wil zeggen, als je iets vergeet uh, in je gebed, hoe dat je dat moet inhalen. Dat is een hele verkwestie, uh, kwestie, soms heel moeilijk om te begrijpen. Maar dat is wel mijn verplichte kennis. Als ik dat niet ken, is mijn gebed niet, niet in orde. Of sommigen weten niet uh, wat hun wodo verbreekt. Ja, mijn kindje geeft op mij over, verricht hij mij ja of nee. Uh, ik heb een bloedneus, verricht hij mij ja of nee. Dat zijn allemaal zaken, sommige mensen twijfelen erover of, of durven daar niet iets over te zeggen. Maar ze zijn wel bezig met complexe zaken. Ja, Akida en de sifait van Allah. En ze zijn bezig met, met heel complexe zaken uh, die eigenlijk de ulami, uh, die zijn aan het bestuderen. En zij kennen niet eens de, 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 de Farduein. Dus je hebt uh, Farduein, je hebt de Akida. Dat is je geloofsovertuiging. Akida is belangrijk. Ja. Je gelooft wie Allah is. De naam van Allah. Je, je, je gelooft in de profeten, de engelen, de boeken. Als je dat niet hebt, ja, dan, dan heb je een probleem in jouw geloof. Ja. En dan heb je fiqh. En fiqh is een heel belangrijke, dat is eigenlijk je praktijk. Hoe moet ik een wodo doen? Hoe moet ik bidden? Hoe moet ik, ik, uh, ik zakken betalen? Erfrecht, dat gaat van simpel naar moeilijk. Hè? Uh, we hebben het nu gewoon over wodo, maar laat staan: als je het hebt over erfrecht, over contracten. Dus, uh, erfrecht, contracten. En al, en al die zaken. Zekheid. Zekheid is ook op zich al heel, uh, heel complex soms. Um, en dan heb je Tskia. Uiteraard, je hebt je zuivering uh, of je of, of, of noem het tasawuf. Uh, dat zijn wel verschillende benamingen om aan te tonen uw gedrag. Over die drie zaken gaan wij gevraagd worden. Die drie zaken. Die drie zaken gaan wij gevraagd worden. We gaan niet gevraagd worden over, hey, die, die, die persoon daar in, uh, in die moskee, welke akida volgt die? Daar ga je niet over gevraagd worden. Jij ja, ja, wordt gevraagd over wie is Allah is. In ons graf krijgen we de vraag: Minra boek, wie is jouw Heer? Wie, wat, is jou, wat is jouw religie? Wie is jouw Profeet? Salallahu salallahu Dat zijn de vragen die we krijgen in ons graf. Maar wij houden ons zodanig bezig met, met anderen. Uh, welke strekking volgt die? Welke akida heeft die? Welke sheikh heeft die? Uh, uh, ja. We zijn bezig met anderen, maar we vergeten eigenlijk de essentie. En dat is eigenlijk de, de, de eerste stap die we moeten, moeten meenemen. is We baseren ons op die drie verplichte vakken. En elk van die drie verplichte vakken heeft een methodiek. En, zoals je hebt gezegd, van de drie vakken zijn heel belangrijk: Aqeedah, uh, Fiqh en Tazkiyah. En dan ook de die zeggen van als je de Koran niet kent, dan kun je eigenlijk niet beginnen aan het alim Dan kun je niet beginnen aan je aan aan pad eigenlijk van, van kennis. Waarom? Omdat de Koran eigenlijk de, de, de bron. En de essentie is van kennis. En sommige mensen kennen de Koran zelfs niet van buiten, kennen de T-Juid-regels niet van buiten, maar ze beginnen hun te verdiepen, zoals je zegt, in complexe zaken. En wat ik nog wil vragen is, je ja, hebt gesproken over tezkiya of tasawuf. Heel mensen hebben misvattingen over dit onderwerp. Kun je het meer uitleggen, inshallah? Ja, als, als ik nu zeg tasawuf, dan beginnen mensen al uh, een beetje te schrikken. Oh, tasawuf, oh, ja. uh, is dat soefisme? We hebben het over tasawuf, tasawuf wil eigenlijk zeggen het zuiveren van je ziel, het zuiveren van je hart op basis van Koran en Sunna. Dat is tasawuf. En, en tasawuf komt eigenlijk een beetje, je hoort daar het woord sof. En uh, we zien dat in de profetische traditie dat je ehle soffa hebt. Ehle soffa, dat zijn degene die wolle, wolle kleding aan hadden. Met andere woorden, ze waren heel uh, primitief. Uh, een van die metgezellen was Ebu Huraira. Ja. Met andere woorden, uh, die was bezig met zucht. Zucht is uh, dat je jezelf onttrekt van het wereldse leven. En dat je constant bezig bent met het zuiveren van je ziel. En zo zijn we eigenlijk tot de dag van vandaag gekomen op een wetenschap die tasawwuf heet. Dus er zijn ulamei die door, doorheen de geschiedenis uh, eigenlijk de zielzuivering als een wetenschap hebben bekeken. En daar eigenlijk vorm aan hebben gegeven. En, en een van die geleerden was Imam al-Ghazali. Imam al-Ghazali uh, heeft zich ook gebaseerd op uh, een aantal mensen voor hem. Um, maar Imam al-Ghazali was een grote alim in uh, de, 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 de kennis van Teghia, maar hij was trouwens ook een grote geleerde in in fiqh. Hij was een heel grote geleerde in fiqh en fiqh, de fundamenten van fiqh. Um, maar Imam al-Ghazali heeft de Ulum al-Din geschreven, waarin hij eigenlijk begint met de heropleving van de religie. Dus hij heeft eigenlijk al die zaken Gestructureerd voor ons, waarin hij begint met die spirituele reis. Hij heeft ook andere boeken geschreven, waaronder Min Abedini Legend de methodiek van, van, van de aanbieders richting het paradijs, waarin hij de obstakels bespreekt richting het paradijs. Bidayatul Hidayah is ook een van zijn bekende boeken. Dus hij heeft zich een beetje gespecifieerd of gespecialiseerd in die, in, die, in die materie, waarin hij zich altijd baseert op kitab en sunna. Hetzelfde met imam al-Qushayri, rahimallah. Die heeft een heel bekend boek geschreven, Risale al-Qushayriya. Uh, daar hetzelfde. En um, het is heel vreemd dat sommige mensen dan zeggen ja, sofia en al die zaken. Want als men nu spreekt over Sofie, dan denkt men vaak aan... Uh, rare praktijken in de moskee ja. en al die zaken. Maar hier filosofa, wat ik wil zeggen, is dat zijn primitieve mensen die zich onttrekken van het wereldse leven en hun ziel proberen te zuiveren op basis van Kitab en Sunna. Ja. Uh, zowel Imam al-Ghazali als Imam al-Qushayri beginnen al hun hoofdstukken met wat zegt Allah? Wat zegt de profeet Mohammed sallallahu alayhi Wat zeggen de sahaba? En wat zeggen de, uh, de vrome voorgangers? Dus ze hebben altijd een structuur en ze beginnen altijd vanuit Kitab uh, en Sunna. Dus tiskia uh, tegenwoordig, men heeft daar verschillende opvattingen over, maar het is een wetenschap op zich. En uh, we mogen niet uh, die zaken gaan beginnen wisselen waarin dat we rare praktijken zien, want elke ideologie wordt misbruikt, elke uh, praktijk wordt wel eens misbruikt. En er zijn mensen die dan de, uh, de, 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 de tasawuf uh, gaan misbruiken, waarin dat ze, gaan, uh, dat, dat ze iemand dan als... Bij wijze van aanbieden. Uh, als, als hun opvoeder, en dat ze die bij wijze van spreken gaan aanbidden. Daar hebben we het niet over. Wij hebben het over iemand die zijn, die zijn ziel en hart wil zuiveren op basis van Koran en Sunnah. Omdat dat ook de essentie is. Allah subhanahu wa zegt in de Qur'an:. Uh, op die dag zullen kinderen en, en werelden, dus rijkdom, niet van nut zijn, behalve diegene die komt met een qalb salim. En nu, zij geven dan tools om die qalb salim te bereiken een zuiver hart. En heel interessant, in die boeken zie je dan. Uh, hoofdstuk over uh, jaloezie, hoofdstuk over uh, riba, uh, roddelen, hoofdstuk uh, over haat, uh, hoofdstuk over gierigheid, uh, hoofdstuk over uh, te veel liefde voor het wereldse leven. Dat zijn allemaal zaken die zij bespreken. Hoe kun je die herkennen en hoe kan je uh, die gaan, gaan, gaan aanpakken? En dat is eigenlijk hetgeen dat zij, dat zij proberen te doen. Nou, Oké, okay, ja. Dus je uh, kunt eigenlijk ook terugtrekken tot het afleggen weer... zijn mensen. Ja, voilà want ja, de niftie is belangrijk. De nefst is eigenlijk hetgeen dat blijft voortleven ja. hier in de agenda. Ja. En wat zijn eigenlijk de misvattingen omtrent akida en ver? Ja, een van de grootste problemen die we tegenwoordig hebben is dat uh, op vlak van akida uh, dat dat heel um, agressief kan worden. Ja. Op vlak van akida, uh, sommige mensen zeggen ik volg die akida, ik volg die bepaalde denkwijze uh, of geloofsleer. Um, en dat kan al heel, leid, heel snel leiden tot, tot meningsverschillen, maar meningsverschillen is geen probleem, maar tot echt elkaar uh, verketteren. Uh, en en, en dat, het gaat soms over uh, zaken die, die in het verleden al eens besproken werden. Uh, zo zie je bijvoorbeeld uh, uh, over bijvoorbeeld de beeldspraak in de Koran. Is er sprake van beeldspraak, ja of nee, in de Koran, wat betreft de, de eigenschappen van Allah? Uh, bijvoorbeeld de bekende aya in, in, in de Koran. Uh, als je dat letterlijk vertaalt, dan heb je bijvoorbeeld uh, wanneer de, de, dat Allah zijn scheenbeen uh, zal, uh, zal, zal plaatsen um, of, of zal ontbloten, beter gezegd. Um, en, en, en daar Je hebt dan een, een groep die zegt we gaan dat letterlijk interpreteren of we gaan dat uh, interpreteren in die zin uh, dat we ons niet te veel bij gaan stilstaan. We nemen het zo en we gaan ons niet te veel bij stilstaan. En de andere zegt nee, we gaan dat interpreteren in beeldspraak. Met andere woorden, saq, uh, dat de Arabieren hun schenen gingen ontbloten als ze, uh, als ze op een, een zware tocht of een zware strijd gingen, gingen, gingen voeren uh, in die aard. Zo bijvoorbeeld heb je ook Yedullah, de hand van Allah. Uh, het licht in de handen van Allah. Uh, met andere woorden, letterlijk. Of hebben we het over uh, het licht in de macht van Allah. Uh, het ligt in de mogelijkheid van, van, van Allah. Uh, want Allah wa heeft alle mogelijkheden. Uh, of is tot in alles in staat, beter gezegd. Dus daar heb je dan verschillende uh, uh, zaken die dan aan bod komen. En die kunnen leiden tot, tot, tot heel hevige discussies. Je ziet dat. Uh, die, die schrijft zich toe aan die bepaalde stroming, die schrijft zich toe aan die bepaalde stroming. Maar als we kijken naar onze element in het verleden, ze hebben gezegd dat uh, is, is ook heel divers. Le wa is heel divers ja. uh, en, en over de osool van de Artida kunnen we niet verschillen. Je kunt niet verschillen over ja, heeft Allah eigenschappen ja, of nee. Want dan val je buiten de al wa Jama'a. Uh, de mu'tazila zeiden dat bijvoorbeeld. Uh, zij, zij zeiden dat Allah geen eigenschappen heeft, uh, dan val je buiten de Sunnah wa Jama'a. Dus over de Usul, bijvoorbeeld, je kan niet verschillen bestaan er ja of nee. Dat zijn fundamenten, dat zijn belangrijke zaken. Uh, maar over de verroor, over de, 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 de nuances, daar kan er wel meningsverschil over bestaan. En tegenwoordig, kijk, ik vind het heel moeilijk om te vatten. Hoe dat iemand uh, zijn dogmatische beleving van de islam wil opdringen. Nee. Jij bekijkt het op die manier, alhamdulillah, jij bekijkt op die manier, en die bekijkt het op die manier, en de ulamee hebben zich daar al over aangesproken. Uh, <tons> Punt, wat, wat is nu de issue? Waarom moeten we elkaar zitten aanvallen? Waarom moet je uh, waarschuwen tegen elkaar? En al die zaken. En, en dat, is een, dat is een van de grootste problemen van deze, van deze tijdperk. Een van de grootste problemen van deze tijdperk. Is waarschuwen tegen elkaar. Zeggen, die volgt de verkeerde archeeda. Uh, en, en, enzovoort. Ik, hoor, of ik zie online mensen dingen schrijven, woorden of groeperingen. En, en van, van zodra dat je aan die persoon vraagt, uh, die, perso uh, die, 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 die term die je gebruikt, uh, wat wil dat juist zeggen? Dan kunnen ze er niet op antwoorden. No. En, en dat is een heel groot probleem. Ja. En ja, dat, dat, dat is iets dat we noemen uh, religieus prevalentisme. Uh, wat wil dat zeggen? Dat je je, je, je dogmatische beleving gaat opleggen aan iemand anders. En uiteraard, er zijn grenzen. Hè? We hebben dat meermaals gezegd. in al-halala bayin wa inna al wa umur mushtabihat. Er zijn grenzen. Want er zijn ook mensen die dan die kader volledig opentrekken en zeggen, over alles is er meningsverschil. Dat, dat zeggen we niet. Uiteraard, el-sunnah wa heeft ook grenzen. Maar het is belangrijk dat we daartussen, dat er nuances zijn. En er zijn ulama die daarover hebben gesproken. Als er legitieme meningsverschillen zijn, volg jij wat jij wilt volgen. Uh, laat een ander volgen wat hij wil volgen. En ga elkaar niet verketteren. Ga, ga elkaar niet nie, 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 uh, keifer noemen, ga elkaar niet dwalend noemen, uh, en al die zaken. Dat zijn allemaal zaken. En, 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 dat zijn zaken die ons eigenlijk weerhouden om ons bezig te houden met de essentie, en dat is Allah. Nee. En dat is eigenlijk het punt. We houden ons meer bezig met de gebreken van mensen dan met de perfectie van Allah. Uh, dat, dat is tijd die, die, die van je weggaat. En het probleem is ook, je denkt op dat moment, ik ben goed bezig, ik ben aan het waarschuwen, ik ben bezig met het islam aan te redden, ik ben de redder. Je, je bent misschien bezig met elk, uh, mensen te verkitteren, terwijl dat niet het geval is. Te, terwijl je mensen onterecht ziet te verketteren. En dat is eigenlijk hetgeen, uh, de eie aan wat ik uh, spontaan moet denken, is wa hum yahsabuna uh, moet ik jullie vertellen over de grootste verliezers, eigenlijk de losers. Elina, en homemasona. Degenen die eigenlijk verlies leiden. Uh, maar ze denken dat ze goed bezig zijn. En dat is het eerste dat je kan meemaken. Je denkt dat je goed bezig bent, maar in het internal kom je het tegenovergestelde tegen. En dat is eigenlijk hetgeen uh, dat ik toch wel als advies wil geven in de eerste instantie van mezelf. Ja, dat uh, is heel duidelijk. Uh, en wat met fiqh. Want ver is ook een heel groot onderwerp, een groot vak. En veel mensen weten zelfs niet wat juist betekent. Kunt u daar meer uitleg over geven? Ja, vert is een heel uh, ruim onderwerp. En vert uh, is heel moeilijk om te beheersen ook als vak. Nou, dat is, uh, als je de titel krijgt van fakir, uh, echt een jurist, uh, zo kun je het uiteindelijk vertalen, dan ben je eigenlijk op een heel hoog niveau gekomen. Want vert wil eigenlijk zeggen dat je de, 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 de jurisprudentie van onze religie beheerst. En dat begint eigenlijk van tahara, soleil, Zeke, Saum, Hajj. Dus als je de boeken van Firk gaat bekijken, dan begint je altijd met de ibadat, de, de aanbiedingsvormen. Uh, hoe moet je die aanbiedingsvormen uh, gaan, gaan, gaan uitvoeren? En daar heb je details en heb je beknopt. Altijd beknopt en details. En dan ga je naar de mu'amalat, uh, de omgangscontracten uh, of omgangsjurisprudentie, waarin dat je dan uh, spreekt over uh, verhuren, huren, kopen, uh, trouwen, scheiden. Het zijn zaken die allemaal in onze boeken zijn neergeschreven. En daarom, als het aankomt op fiqh, je kan niet verder zonder madhab. En sommigen kunnen anders beweren, maar je kan onmogelijk verder gaan zonder een madhab te hebben. En, en sommigen zouden zeggen: Nee, ik volg Koran en Sunnah. Dat is heel mooi. Mooie woorden. We volgen allemaal, alhamdulillah, Koran en Sunna. Maar in je volgen van Koran en Sunna heb je een methodiek nodig. Onmogelijk dat je geen midhab kunt hebben in het volgen van Koran en Sunnah. Want midhab betekent letterlijk een weg, een pad, een raamwerk, een, een, een denkkader. Ja. Dat is eigenlijk wat, uh, wat, wat, wat midhab betekent. En daarom, ik weet nog toen ik lang geleden in, in Nederland uh, studeerde, dat was in een in instituut, uh, en, en, en ik was heel jong en ik vroeg aan een van de leerkrachten toen van, uh, ja, midhab, wat is eigenlijk midhab en, en moeten we dat volgen? Hij zei, beste broeder, wij volgen geen madhub, wij volgen kitab en sunna. Ja. Ik zeg uh, waarom, want medhub, ik was nog heel jong, kuste eigenlijk heel weinig over, maar ik, zei, ik kom dat wel tegen in de boeken. Hij zei, nee, de profeet sallallahu alayhi Wasallam heeft geen madhub gehad. Waarom zouden wij een madhub moeten hebben? En ik was toen al een beetje kritisch en ik zeg tegen hem, maar de profeet sallallahu alayhi wa sallam, uh, had toch zijn eigen madhub? Uh, hij kreeg de openbaring en die gaf hij direct door aan de Sahaba. Uh, en, en, en daarom is het, is het onmogelijk om tot om, om de dag van vandaag te werken. Zonder medewerking. Want zelfs onder de sahaba was er geen verschil. Denk maar aan de bekende hadith, waarin ze naar Bani Quraida gingen, waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, jullie mogen asr niet bieden tot jullie aankomen. Waarop ze onderweg waren en de reis duurde langer dan verwacht. Waarop sommigen begonnen na te denken en ze zeiden, oké, de profeet sallallahu alaihi zei, we mogen asr niet bieden tot we aankomen. Oké, okay, we gaan dat letterlijk nemen en we gaan pas bidden als we aankomen. De andere zijde, nee, de Profeet Sassam dacht waarschijnlijk uh, dat, dat, we, uh, dat we vroeger gingen aankomen uh, dan verwacht. Waarop hij eigenlijk bedoelde als Aser onderweg zou plaatsvinden, dan bied je gewoon Aser onderweg. En de overlevering zegt: een deel Aser op dat moment en een deel Aser toen ze aankwamen. En de profeet Sahasrin, toen ze had hadden verteld, heeft hij niemand betwist en heeft hij niemand kwalijk genomen. En dat is het, het bewijs dat er ook meningsverschillen waren tussen de sahaba en La'anu, omdat ze eigenlijk een, een bepaalde denkwijze hebben. De ene ja. neemt het heel letterlijk en de andere zegt: Ik ga het interpreteren uh, en, en, en komen tot mijn eigen conclusie. En dat is eigenlijk hetgeen dat we nu bij, bij Madhab vinden. En dus nu, als we zeggen: Volg Kitab en Sunnah, dan denk ik dat we die woorden niet mogen onderschatten. Ja. Uh, ik ga een voorbeeld geven. Iemand komt naar mij en zegt, volg kitab en sunnah. Oké, okay. ik ga beginnen met kitab. Ik ga, ik ga de Koran volgen. Of ik ga aan die persoon vragen, volg jij de Koran? Ik ga je één opdracht geven. Hoe We moet je al woorden overrichten? Heel simpel. Dan ga je eerst kijken naar de Koran. Oké, okay. ten eerste de Koran, ik heb de Arabische taal nodig. En degene die beweert de Koran op een hoog niveau te begrijpen zonder de Arabische taal, maakt zichzelf luchtwijs. De Koran kan je niet op een hoog niveau begrijpen zonder de Arabische taal. إن الآية ayah on wudu يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. تن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. ستوب. أوكي. إذا قمتم. داري زي مينيس خشيب بانزو علماء. دا إذا قمتم بت أندر إذا أردتم. Dus met andere woorden, intentie is een essentieel onderdeel van het wodo. Zonder intentie heb je geen wodo. Gewoon, we zijn al pas begonnen. Ja, Amen. Ameno iedereen komt om Als jullie zelf klaarmaken, de Malikiya, de, de Meliki-geleerde, de, de Maliki ze zeggen: oké, okay, als je jezelf klaarmaakt, wil dat zeggen dat je de bedoeling hebt om te gaan bidden. Met andere woorden, je hebt de intentie. De Hanafiya bijvoorbeeld, zij zeggen, ja, oké, okay, intentie, maar het is geen essentieel onderdeel van een wudu. Met andere woorden, als je de, de intentie niet hebt, uh, gaat dat je wudu ook niet uh, nee, verbreken. Daar beginnen we al. Iza kumtum ilas salati farsilu rujuhakum wa'idiakum ilal marafiqi wam bi ru'usikum. Die bij, dat is een harf, bi ru'usikum, daar is ook een meningsverschil over. Omdat die bij verschillende betekenissen heeft. De ene zegt, ja, je volledige hoofd moet, 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 uh, moet geveegd worden. De andere zegt, nee... Uh, een, een deel van je hoofd. En er is zelfs een mening die zegt nee, een aantal haartjes van je hoofd Om het minimum te bereiken. Niet dat dat de ideale situatie is, maar om het minimum te bereiken om je hoofd te kunnen vegen. Gewoon door die bij. De, ja. en, en mensen die dan zeggen dan ja, dat zonder de Arabische taal kan ik de Koran begrijpen op een hoog niveau. Onmogelijk. Ja. Dus gewoon wodo. Dit is gewoon Koran. En dan moet je ook op de hoogte zijn van qira'at, de verschillende recitatiestellen, want daar is ook nuance. Uh, arjulikum, arjulekum. Dat, 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 dat is een verschil. Er uh, zijn allemaal verschillende, verschillende recitatiestellen. Je moet ook op de hoogte zijn van die nuances. Dan, je moet ook op de hoogte zijn van ulum al-Qoran, uh, Koranwetenschappen. Met andere woorden, je moet beseffen en uh, je moet weten wat is neisig om is. Je hebt uh, menssoeg hukman, je hebt menssoeg tilaweten. Oh. Menssoeg hukman wil zeggen dat het staat nog in, in de Koran staat, maar uh, je, je brengt dat niet meer in praktijk. Een heel duidelijk voorbeeld is uh, de eien van alcohol. Uh, dat, dat je enkel alcohol drinkt buiten het gebed. Dat staat in de Koran. Maar die is mensoor, Die is geabrogeerd. Die is opgeheven. Dus het staat er nog, maar ik breng die niet meer in praktijk. Waarom? Daarna is er een andere eier gekomen die zegt nee, op geen enkel moment alcohol. Dus je hebt nesich mensoor, je hebt esbeb en Je hebt zoveel verschillende zaken in de Koran waar je op de hoogte moet zijn. En als je dat niet hebt, ga je niet de juiste tools hebben om de Koran te kunnen begrijpen. Oké, okay, je hebt nu Koran gehad. Je bent waarschijnlijk 20 jaar verder of 25 jaar verder uh, als je dit allemaal vanuit jezelf wilt begrijpen. Want jij zegt volg je tijdens Sunnah zonder madhab. Met andere woorden, je wilt je eigen madhab creëren, je wilt je eigen methodiek gaan creëren. Dan ben je 20, 25 jaar verder gewoon om de Kira'a'a te bestuderen, de Arabische taal te bestuderen, ulum al-Qur'an te bestuderen. Ulum al-Qur'an, denk maar aan het itqan van Imam Suyuti, rahimullah, een heel bekend boek. Uh, als je de grammatica wilt begrijpen, moet je naar al gaan, naar al-Fiya ibn Malik. Uh, je moet eerst beginnen met het Qur'an te memoriseren zelfs. Ja, te memoriseren, dan te begrijpen. Wat, 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 die woorden, wat betekenen ze allemaal? Ja. Dan moet je de, de betekenis van elk woord gaan, we, uh, gaan weten. Dan moet je ook naar Lissana Arab gaan. Uh, een heel bekend encyclopedie, taal encyclopedie. Uh, de de, uh, van uh, de Ja, de erin. je moet naar Tefes gaan. En je hebt verschillende Tefes De ene zegt: Ja, ik heb uh, de Tefes van imam ibn ben ook thuis in het Nederlands. Dat is niet de enige. No? Ja, no. Je hebt imam Tabari. 16 delen, hè. 16 delen, imam Tabari. En imam Tabari werkt per metgezel, per, 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 uh, per uh, vrome voorganger. Waar heeft hij hierover, hierover gezegd? Je moet allemaal gaan onderzoeken. Je hebt imam al-Qurtubi, twaalf delen hek. Je hebt verschillende ulama. Je hebt imam al-Nasafi, uh, je, hebt, je hebt imam ibn, uh, ibn arabi ja. Allemaal verschillende tefessieren die je hebt om gewoon de Koran te kunnen begrijpen. En in die tefessieren heb je ook meningsverschillen. Ja. Dat, dat imam al Kortobi zegt, volgens uh, Abdullah ibn Abbas was dat zo, volgens Abdullah ibn Mas'ud was dat zo. Ja. Hoe ga je ermee om? Want jij wilt je eigen hebben creëren, dan moet je het allemaal zelf gaan onderzoeken. Dus het jaar ben je, ben je al kwijt. Dan ga je nu naar Sunna. Dan ga je eerst beginnen met de, de hadithboeken te lezen in de eerste instantie. Wie heeft er tot de dag van vandaag de hadithboeken van kaart tot kaart gelezen? Dat hij zegt: Ik heb die al eens allemaal gelezen. Wie gaat dat kunnen zeggen? En dan ga je die ook nog kunnen begrijpen. Dus je gaat dan bijvoorbeeld El Bukhari nemen. Oké, okay, El Bukhari. Ik heb El Bukhari gelezen. Okay, wie is El Bukhari? Wat zijn de voorwaarden van Bukhari? Wat zijn de condities van Bukhari? Wat zegt imam Ibn Hajar over, over, over die bepaalde hadith? Uh, want dat is de grootste fout van deze, van deze tijd. Ik heb gelezen in Bukhari, uh, dan geeft hij een bepaalde tekst met andere woorden, dit is haram. Zo werkt fiqh niet. Fiqh wil zeggen, we brengen al die zaken naast elkaar en dan komen we tot een conclusie. Dat is fiqh. En dat is eigenlijk het probleem. Dus je gaat dan het Bukhari moeten lezen, moslim, bestuderen. Uh, imam Tirmivi, zijn, 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 uh, zijn, zijn, zijn compilatie. De Motta van Imam Malik. En dan ga je ook naar de grotere verzamelingen. Hè? Bijvoorbeeld van de mosnet van Imam Ahmed. De Musannaf van Ibn Abi Sheba. Uh, dat zijn allemaal verschillende. Ja, de, je hebt een kast. Je hebt dan een hele, hele kamer vol uh, hadithboeken. En dan ook de shuruh van die hadithboeken. En dan heb ik het nog niet over Mustallah-hadith, over hadithwetenschappen. Ja. Wat is da'if? Wat is, wat is uh, sahih? Tegenwoordig zegt men, ah, dit is sahih, mijn broeder. Uh, wat is sahih? Ja. Volgens wie? Imam Bukhari is een sahih, die heeft andere condities voor sahih dan bijvoorbeeld imam Termizi. Uh, imam Termizi zegt bijvoorbeeld heel vaak, Hassan on-sahih. Wat betekent dat? Wat betekent ja. Hasan Wat betekent Ahad? Wat betekent uh, Moldoor? Dat zijn allemaal verschillende zaken. Ook in de hadith heb je ook het uh, woord. Hadith. Met andere woorden, ook de context waarin de Profeet Sa Sallallahu iets zei. Dus ja, dat zijn allemaal zaken. Als je zegt: Ik volg de Koran en Sunnah. Voilà hier. En, 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 en wat heel belangrijk is, is: Je hebt niet enkel Koran en Sunnah. Niet alles staat in de Koran en Sunnah. Stel, ik zeg tegen die persoon: die zegt Ik volg Kitam en Sunnah. Oké, okay, is drugs haram of halel? klopt. Leg me uit via de Kitam en Sunnah. Die gaat dat niet kunnen doen, behalve door Qiyas te gebruiken. Analogie. Want in de Koran staat er enkel alcohol, maar alcohol heeft ongeveer dezelfde effect als drugs. Met andere woorden, drugs krijgt dezelfde gokken, regelgeving als alcohol. En dan heb je bijvoorbeeld Ijma. Als je zelf niet weet, uh, je komt niet tot een conclusie, dan moet je gaan kijken wat de elementen voor ons allemaal gezegd. Ja. En dan heb je de belangrijkste bronnen. En dan verschillen de elementen in hun methodiek. En dat, dat maakt die vier medijden heel speciaal. Je hebt dan bijvoorbeeld Iman Malik die zegt: al-Medina is heel belangrijk. Wat wil dat zeggen? Als je een hadith hebt die ahad is, dus met andere woorden, een hadith, ik ga er niet te veel op ingaan, maar een hadith die niet voldoende schakels heeft in de overlevingsketting. Dus je hebt de mutawaitir, daar heb je genoeg schakels in de overlevingsketting en dan heb je ahad, niet genoeg. Eén, twee, drie. Dus twee of drie overleveraars die overleven. in elke schakel. En Imam Malik zegt, kijk, stel, ik zie een daad van de al medina want Imam Malik woonde in Medina, heeft les gekregen van Tabi'in. Dat is voor mij sterker dan een hadith -ahad. Ja. Sommigen zouden kunnen zeggen: Je ja, 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 ja negeert gewoon een hadith van de Profeet wasallam. Sal nee, dat was Imam Malik zijn methodiek. Hij zegt: van, Kijk, Amr el-Medina, Tabi'in, Tabi'in dat gekregen van de Sahaba. Met andere woorden, het is in zo grote hoeveelheden in daden overleverd, niet in woorden. En dat is voor Imam Malik uh, authentieker dan. Uh, woorden die niet voldoende werden uh, overgeleverd in, in elke schakel. En da, da, zij begrepen ook de hadith dan beter. Ja. Want ja, dat waren de, de de leerlingen van, van, de, van de, ja. Sahaba. Ja. de Sahaba. De Sahaba, de leerlingen van Profeet Mohammed. sallallahu alayhi wa sallam. Alayhi wa sallam. Ja. Dus dat was eigenlijk de methodiek van Imam Malik bijvoorbeeld. En ja. dan heb je nog andere zaken die, mensen dan plaatsen, of die de ulema dan plaatsen uh, per prioriteit. Uh, de ene zegt bijvoorbeeld, shir'uman uh, kablana. De, de andere wetgevingen, bijvoorbeeld bij andere profeten. Hoe zat dat daar? Sommigen plaatsen die ook als een heel belangrijke bron. Sommigen zeggen de kooli van Sahaba, dat is ook een bron voor mij. Uh, de, de andere zegt, uh, kan een authentieke hadief een eier van de Koran albergeren, uh, opheven, ja of nee. Dat zijn allemaal zaken die mij dan volgens een bepaald denkkader hebben. En dan ben je gekomen tot die vier madahib die het hebben overleefd, bij wijze van spreken. Ja. Want zij hebben wel een, een, een sterk denkkader kunnen creëren. Dat is imam Malik, imam Shafi, imam Ahmed Mohammel en uh, imam Abu Hanifa, anhum, jamihan. En als iemand zegt, ik volg het en sunnah, ga u gang. Ga u gang. Ja. We hebben net gezegd, dan ben je 50 jaar van je leven kwijt en zelfs dan ben je niet, uh, ben je zelfs niet op het niveau... Of Allah, misschien wel, maar zelfs dan... Uh, moet je zien of je op het niveau bent van die mensen. Maar imam, imam Abu Hanifa las elke nacht de Koran uit. Ja. Als hij zegt: Ik heb in de kita gevonden, dan geloof ik hem. Ja. Hij uh, heeft, heeft de Koran elke nacht uitgelezen. We hebben, we hebben de vorige keer gezegd dat Imam Shaf uh, tijdens de maand Ramadan twee keer de Koran uitlas in, 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 in die laatste tien nachten. Als hij zegt: Ik heb gelezen in de Koran, oké, okay, dan, dan, ja. dan zal ik dat nemen. En, dus dat is eigenlijk wat, wat FIRK betreft. Wat ook het belangrijk is aan FIRK: je moet. Um, je moet verdraagzaam zijn. Uh, zo bijvoorbeeld Ibn, uh, Ibn Shihab Zuhri, uh, een van de leerkrachten van Ibn Malik, die was in Medina en, en hij was aan het bidden uh, en hij deed één keer de taslim. Uh, assalamu alaikum. In, in Marokko zie je dat tegenwoordig heel vaak. En er kwam een, een, een andere uh, alim naar hem en die zegt tegen hem: Van waar heb je dat? Uh, waarom dat, hij, uh, waarom dat hij, uh, Ibn, Ibn Shihab Zuhri aan hem vroeg: Ken je alle hadith Hij zegt nee. Ken je drie vierden van alle hadith Hij zegt nee. Ken je de helft van de, van, de, van, de, van de hadith? Hij zegt ja. Hij zegt, awel, plaats die overlevering bij de helft die je niet kent. En ze begonnen allebei te lachen. Dus die verdraagzaamheid is, is heel belangrijk ja. op vlak van fiqh. Maar ook heel belangrijk is op vlak van fiqh het gebruiken van termen. We hebben net gezegd, de, 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 de ulemmijen hebben hun uh, denkkader. Ja. En daar komen ook termen aan bod. Uh, een van die belangrijkste termen is bid'ha. Heel snel zeggen mensen tegenwoordig... Ja. Hey, achi, dit is bid'ha. Broeder, dit is een innovatie. De profeet wasallam, wasallam, heeft dat nooit gedaan, met andere woorden, het is een innovatie. En dat is een heel gevaarlijke trend die tegenwoordig uh, aanwezig is. En dat heeft te maken met het feit dat de relemei hebben verschilt in de definitie van bida. Weer al een legitiem meningsverschil. De ene, of een, een, een deel van de releme zegt: je hebt een bida hasana en een bida, uh, dus een goede bida en een, uh, een slechte bida. A. Met andere woorden, het kan zijn dat je komt met iets nieuws maar dat dat niet zozeer de, de, de sharia tegenspreekt en dat dat geen andere aanbiedingsvorm vervangt en dat dat geen nieuwe aanbiedingsvorm wordt. Ja. En ik ga een concreet voorbeeld geven. En dat is eigenlijk de, de definitie die al ibn Abdus-Salam heeft gegeven, een van de grote ossulioen, een van de grote geleerden van ossul. Hij zegt, bida'a heeft vijf categorieën. Je hebt een verplichte bida', een noodzakelijke bida'. Je hebt een aanbevolen bida', je hebt een toegestane bida', je hebt een afgeraden bida'a en je hebt een harame bida'. Hij zegt bijvoorbeeld een noodzakelijke aan. Hij geeft daar het voorbeeld van de tijd van Abu Bakr, hoe toen aan het geregeren was. Uh, na de slag van Ahlul-Yamama zijn er verschillende Koran-overleden. Men zegt over, uh, tegen de zeventig uh, Koran-memorisators waren toen overleden tijdens die slag. Uh, en Omar, hoe hij maakte zich zorgen. Ze dus ging naar Abu Bakr en hij zegt van kijk, er zijn heel veel Koran-memorisators overleden. Als we de Koran niet gaan verzamelen, dan dreigen we de Koran te verliezen, bij wijze van spreken. op de Abu Bakr anhu toen zei, Nee, de profeet Wasallam heeft dat oh, nooit gedaan, dus ik ga dat ook niet doen. Maar op dat moment was dat zodanig noodzakelijk, waardoor dat ze Zaid ibn Thaybi de opdracht hebben gegeven om de Koran te verzamelen. Dus dat is een noodzakelijke uh, innovatie. Iets nieuws dat de profeet Wasallam oh, niet heeft gedaan, maar wel noodzakelijk. En daarom, het feit dat de profeet Wasallam iets niet heeft gedaan, is niet per se bid'a. En daarom zeiden de ulemmen... No. Het feit dat de profeet Wasallam iets heeft nagelaten... Duidt niet automatisch op haram. En, en dat is op, bij verschillende zaken. Wij rijden nu in een auto, de profeet Salim heeft niet gereden in een auto. Het feit dat de profeet Salim niet in een auto heeft gereden, wil dat zeggen, uh, als wij dat doen dat dat een bida is, niet per se. De tijd ontwikkelt bijvoorbeeld. Een aanbevolen bida is bijvoorbeeld moskeeën. Moskeeën hebben nu een microfoon. De profeet Salem heeft geen microfoon. Dus het is een aanbevolen bida, een, een innovatie, iets dat je toevoegt aan de moskee, dat de profeet Salim niet had. Waarom? Ter vergemakkelijking. Ja, digitalisering, mensen horen jou beter. En dan heb je een toegestaande bida. Bijvoorbeeld vlak van eten, wij eten nu een hamburger. De profeet Salem heeft geen hamburger gegeten. Dat is een toegestaande neutraal. En dan heb je een afgeraden en een harame bida. Dat zijn zaken die uh, een aanbiedingsvorm vervangen, of als aanbiedingsvorm worden gezien. Je komt ineens met een heel totaal nieuwe aanbiedingsvorm. Ja, dat is een bida. Ja. En daarom is het, is het heel belangrijk om die termen goed te verklaren. Ja, ja zoals je hebt gezegd, van dat er uh, bepaalde mensen, namelijk, voornamelijk jongeren eigenlijk. Die, die termen gebruiken als bid'ah of iets anders. Maar, en die jongens zijn eigenlijk diegenen die zeggen van, um, we moeten toch Koran en Sunna volgen. En ze zeggen van, ik volg geen heb. Maar als je dat eigenlijk bekijkt in een loop, dan volgen ze eigenlijk wel heb, Want ze gebruiken wel de methodiek van hun leekrecht. Dan zeggen we, ja, maar mijn leekrecht heeft dit gezegd. Dat is ook een heb Of ben ik verkeerd? Ja. Ik weet nog, uh, toen ik uh, net begon te bidden... Uh, Iemand gaf mij een boek en dat heet Bid uh, zoals de profeet Jaarzalem heeft gebeden. Uh, en en, ik, en ik, ik vroeg dan, hoe ja, zit dat met de, de Meliki-midhab? Uh, want ja, ik ben, ik ben Marokkaans van afkomst, dus het is normaal dat ik, een beetje, dat ik de Meliki-midhab ga volgen. Nee, 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 dit is uh, op basis van Koran en Sunna. Dat is een belediging naar nou, in mijn nou. En dat boek is ook opgesteld op basis van de midhab van de schrijver. Die schrijver heeft, heeft, heeft de oefening gedaan die we net allemaal samen hebben geprobeerd te doen. En die is tot die conclusie gekomen met andere woorden, het is zijn. En dat is iets dat tegenwoordig subhanallah, ja, dat demotiveert ook. Ik weet nog, je ziet dat in de moskee, bij mij was dat ook gebeurd toen ik jong was, je doet jouw best om naar de moskee te gaan voor de eerste keer. Je bent enthousiast, je probeert naar de moskee te gaan. En na het gebed tegen, kom, en je geeft handen aan de mensen naast u uit een goede intentie, je wilt die mensen groeten. En dan komen mensen naar jou, een bid'ah De Profeet Zahas heeft dat nooit gedaan. Ja. Je geeft gewoon een hand, je groet anderen. Wat is de issue hier? Uit respect eigenlijk. Uit respect. En dat demotiveert ook die jongeren. Die jongeren die doen, die gaan met de juiste intentie naar in het moskee. En dan komt iemand, ja, het is bid'ah niet doen. Ja, ze maar zijn we dan bezig? Ja. En dat is eigenlijk het, het probleem dat we tegenwoordig hebben. En ik hoop echt oprecht uh, dat we dat kunnen aanpakken. En we kunnen dat enkel aanpakken door de juiste kennis mee te geven van de jongeren. En sharegoogle Google is heel gevaarlijk. Sharegoogle Google kan handig zijn om dingen op te zoeken of dingen te verspreiden, maar die kan ook heel gevaarlijk zijn. Ja. En tegenwoordig zien we dat dat echt heel gevaarlijk is. Ja, een van de problemen, zoals je hebt gezegd, is verdraagzaamheid tussen de mensen. Als we gaan kijken bij de ulama, zoals Imam Malik, Imam Shafi'i. Imam Shafi'i was student van Imam Malik. En Ahmed ibn Hanbal was student van Imam Shafi'i. Dus ze hadden allemaal hun madahi baan. Maar toch respecteren ze elkaar zoveel dat ze eigenlijk zeiden van hij is eigenlijk de geleerde, de topper op mijn zeggen. Mm -hmm. En wat voor tips hebt u eigenlijk voor de mensen, voornamelijk voor de kijkers, voor de jongeren in het algemeen? Ja, en bij die geleerden, uh, wat, wat hun ook kenmerkt is zwijgen. Ja. Ik heb het gezegd, Imen Melik, Imen Shefi, ook andere anderen die, die heel hun hele leven hebben gegeven aan, aan kennis. Maar als je die een vraag stelt, dan gaan ze oppassen als ze, uh, dat ze ja. gaan antwoorden. Imen Melik is daar een perfect voorbeeld van. Hè? Imam Malik zei altijd, uh, ze komen van heel ver naar hem. Ze stellen hem vragen, en hij kan misschien op een aantal uh, vragen antwoorden, maar de meerderheid zegt, hey, ik weet het ja. niet. Waarop dat ze zeiden tegen hem, van, we komen we helemaal uh, van zo ver na naar u. Van Maar naar de, uh, ja, de, de Imam Malik, om, 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 om een vraag te stellen, en je zegt ons, wat moeten we tegen ons volk zeggen? waarom de Imam Malik zei, tegen uw volk, dat Imam Malik het niet weet. Punt. Simpel. En dat is Imam Malik. Hè? We hebben gezegd, muhaddith, faqih. En tegenwoordig tegenovergestelde hoe meer dat je weet hoe meer dat je gaat zwijgen ja. hoe minder dat je weet hoe meer dat je gaat praten en dat is die, die drie fases die we net hebben opgesomd die tweede fase is bescheidenheid dus je gaat meer zwijgen en dan die laatste fase ga je totaal zwijgen ja. en dat is eigenlijk hetgeen dat ik in de eerste instantie kan geven aan, aan, aan de tip die ik kan geven in de eerste instantie voor mezelf dat is ten eerste maak van zwijgen de basis als je iets hoort ja, ja ik heb toevallig gelezen ja, ik heb dat gisteren gehoord hè die YouTube filmpje uh, ik heb gelezen in dat boekje. Ik heb gelezen in de, in ah, in de interviewer. Zwijg gewoon even. Ja. Je kunt wel uw mening geven, je kunt wel zeggen: ik heb het gelezen ergens, maar maak dat niet de norm. Zwijg gewoon even. Als je niet de tools hebt om te praten, zwijgen. En dat is hetzelfde. Ik, ik ga nu niet een geneeskundeboek openen of een video-editingboek nemen. Uh, om te, ik ga dat open doen, geneeskunde. Ik doe dat open. Ah ja, je moet zo opereren. Hè? Ah ja, je, je, je moet zo doen. Ah ja, Bloed toevoegen moet op die manier. Ja. Ik ga dat niet doen, want ik heb de fundamenten niet om dat boek te begrijpen. Laat staan met de Koran. Laat staan met de woorden van Allah. Dat zijn de perfecte woorden. Maar mensen nemen dat. Ah, Oké. Okay, ja. Ja, dus dat staat hier. Dus dat andere woorden, dat, dat is zo. Iedereen wil gelijk hebben. Eigenlijk. Iedereen wil, hebben. Iedereen wil zijn, zijn, zijn mening geven. Dus dat is tip nummer één. Tip nummer twee. Blijf altijd in contact met ulema, Met geleerden. Als, als je geleerden loslaat, dan ga je overgelaten worden aan, 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 aan Google. En dan ga je de, de slechtste leerkracht ooit hebben. En ten derde, heel belangrijk, pas op in wat je verspreidt. Heel veel mensen verspreiden verkeerde kwesties online. Ja, de profeet Saasem heeft dat gezegd, met andere woorden, dat. Stop daarmee. Deel dingen die te maken hebben met, met zielzuivering, deel dingen die te maken hebben met, met verhalen van profeten. Zaken die, die niet echt. die niet echt, uh, de mensen aansporen voor voilà, goed, en die ja. niet echt uh, heel veel meningsverschillen hebben. Ja. Maar ga geen verkeerde kwesties delen. Want dat is een heel gevaarlijke. Tegenwoordig delen mensen heel snel iets zonder de vertaling te checken, zonder iets te checken. En, en de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Trouwens, dat is, uh, zoals onze ulamee zeggen, dat is een van de overleveringen die het hoogste niveau van authenticiteit heeft bereikt. Dat is deze hadith. Zij zeggen, die heeft uh, het niveau van mutawatir uh, uh, lafdan bereikt. Met andere woorden, die is zodanig zoveel keer overgeleverd in dezelfde verwoording. Dus die is zo authentiek.

In het half uur. Dus laten we echt oppassen met hetgeen dat we verspreiden. Hebben we de kennis niet, laten we dat vragen aan iemand die wel kennis heeft. Als we problemen thuis hebben met de leiding, bellen we een loodgieter. Hebben we problemen met, met internet, bellen we Telenet, proximus of skynet. Hebben we problemen met onze kast, gaan we naar Ikea om raad te vragen. Hebben we problemen met ons tv, halen we iemand van Van den Borre of ik weet niet wat waar. Ja. Maar als we problemen of als we vragen hebben voor Islam, dan denken we altijd dat we dat zelf willen oplossen. En dat is een heel groot probleem. Dus dat zijn de drie tips die ik kan geven aan, aan, aan de mensen thuis en aan, in de eerste instantie aan mezelf. Uh, voordat we afsluiten, was er iets mij bergbleven, een paar de hadith. Ik wou iets vragen: van, heeft de Profeet Sallallahu Alaihi deze de tijdperk eigenlijk ja, voorspeld, laat me zeggen? Ja, de Profeet Sallallahu Alaihi heeft, heeft verschillende zaken erover gezegd. Uh, er zijn verschillende hadith die duiden op het feit dat kennis gaat verdwijnen, dat de HLM gaan verdwijnen, dat kennis opgegeven gaat worden, uh, dat er onwetende mensen gaan beginnen praten. De Profeet Saslim spreekt ja. bijvoorbeeld over de Rouaibilda, dat zijn de jonge mensen die uh, zonder kennis gaan praten. Uh, de Profeet Saslim zegt ook, ahlam dat zijn dromers. Die hebben grote verwezenlijkingen, ze willen grote dingen verwezenlijken, mooie woorden, maar uiteindelijk is dat een lege doos. Ja. En dat is eigenlijk hetgeen dat hij bedoelt. En, en het merkwaardige is ook, als we die hadith lezen, dan beginnen mensen ook naar elkaar te wijzen. Het gaat voor jullie, het gaat voor jullie, het gaat voor jullie. Dus zelfs daar gaat men een strijd voeren van, kijk, het gaat voor jullie, het gaat voor jullie. En daarom is het heel belangrijk om te beseffen van, kijk, we leven in een tijdperk. Er is nooit een tijdperk geweest waarin er zoveel toegang is tot informatie, maar dat we tegelijkertijd eigenlijk niet de kennis hebben die we vroeger hebben gehad. En er is een paar honderd jaar geleden besloten om die Medheb los te laten. Sommigen zeiden zelfs, het volgen van met shirk. Uh, en dat is een van de grootste fouten, denk ik, die er gebeurd is. Want het volgen van midhep zorgt voor structuur. We zien dat ook bijvoorbeeld met het Ottomaanse Rijk, het Rijk, ze hebben met een midhep geregeerd. Uh, als je geen structuur hebt, denk maar bijvoorbeeld uh, het huwelijk. Voor de ene is de scheiding uitgesproken, volgens die mening en volgens die mening is de scheiding nog niet uitgesproken. Hoe moet de rechter dan beslissen in een bepaald land? Ja. Dus een land moet regeren met een midhep. Of voor de ene is dat een geldig huwelijk. De shoroot zijn aanwezig, maar bij die andere medhub uh, heeft andere shoroot voor het huwelijk, andere voorwaarden. Voor die is er wel een wailima verplicht, voor de andere uh, is een, is een waili wel verplicht, bij de andere niet. Dat zijn allemaal meningsverschillen die er zijn. En als je geen medhub hebt, dan ga je eigenlijk bezig zijn met, 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 met een chaos. En uh, ik zeg ook altijd: wij beginnen tegenwoordig met vergelijkende fiqh, terwijl we eigenlijk de basis van fiqh niet, niet beheersen. Ja. We willen al vergelijken, terwijl we eigenlijk de basis nog niet beheersen. Rabbi ja. al-Afiq, omdat heel duidelijk en uh, ja, we zullen inshallah hierbij afsluiten. We danken Mohammed Amin voor zijn komst en voor zijn bondige uitleg. Uh, mogen we Allah wa ons allemaal vergeven en, en ons meer kennis schenken. Amin. Dat is het belangrijkste. Meer nuttige kennis. Uh, Dank u wel voor jullie aandacht. En assalamu alaikum wa rahmatullahi ala wa barakatuh.